Met ons weten. Goedemorgen met Wil van Delft van het programma Delft Blauw. Hi. Goedemorgen. De reden dat we jou bij het genootje vanmorgen vanwege de single van DZ Vivian Veronique Sunlight. Yes. Dat zijn jij. Het is een mondvol, hè? Het is een mondvol. Nou ja, als je gewoon Sunlight zegt, dan is het klaar, toch? Ja. We zitten live in het programma. Vertel eventjes. Zijn we live? Ja, helemaal live, dus pas op je woorden. DZ en Vivian Veronique, vertel een beetje over... Ja, wat is dat? Nou ja, dat is mijn artiestennaam te zien. Ik ben 4 jaar geleden begonnen met het schrijven van muziek. Ja. Het uitgeven. Redelijk goed opgepakt gelijk al, in met name buitenlandse radiostation. Mijn naam is Hans-Peter de Zeel, hè. Ik ben professioneel drummer en van Spelen de Ziel werkt misschien redelijk goed in het Nederlands, maar omdat ik toch al gauw het idee had dat het ook in het buitenland goed werd opgepakt, ja, heb ik besloten om daar een soort van artiestennaam van te maken. De Zie. Kleine D, grote Z, met ertussen een klein kommaatje in apostrof aan de bovenkant. Dus dat is een beetje hoe mijn artiestennaam is ontstaan. Ja. Omdat dat toch wat beter uit te spreken is voor de met name Engelstalige mensen. Ja. Die wordt met name in Amerika en in Engeland vrij regelmatig gedraaid. Dus ja, dan had ik zoiets van, nou, dan ook maar een Engelstalige naam. Dus dat is een beetje het verhaal achter de zin. Ik zie op jouw website van Hans-Peter de Zeer, drummer, componist, docent. Dat klopt, ja. Oh, je ziet dat, ja, precies. Ik heb ook nog een andere website, die zie. De music.com, en dat is eigenlijk mijn artiesten. Hoe heet dat? Website. Ja. Maar dat klopt, ik ben ook docent. Drumdocent, dat is op dit moment waar ik een beetje inkomsten vandaan haal. Omdat ja, natuurlijk via de lockdown ligt ook alles een beetje stil. Dus dat is wat ik inderdaad ook doe. En ik heb inderdaad een redelijk volle caseload met allemaal fijne drumdocenten. Of drumleerlingen die ik les mag geven, ja. Ja. Dat drummen, is dat bij jou een aangeboren natuur iets? Ik vind het wel lastig om te zeggen dat ik voel me niet zo getalenteerd. Alleen is het wel zo dat ik, vanaf dat ik weet dat ik besta, en dat is nou, ik heb herinneringen van een jaar of 3, dat ik wel wist dat ik drummer wilde worden, dat ook ging worden. Dat is wel iets. Dus is meer, nou, ik weet niet of het talent is, maar het is wel een soort van gedrevenheid. Ik heb nooit getwijfeld aan het feit dat ik drummer ging worden. Ja. Dus dat is gelukkig. Ja, dat is gelukkig. Ja. Was er dan, misschien een domme vraag, maar was er dan misschien een voorbeeld voor jou die jou inspireerde tot, of niet? Nee, totaal niet. Ik kom uit een enorm conservatief gezin waar, misschien alleen James Last werd gedraaid. En wat klassieke dingen. Dus ik heb totaal geen... Ik snap het ook zelf niet. Van die wonderen des levens. Ik wist gewoon dat ik drummer wilde worden. En natuurlijk later, ja, toen ging ik drumles krijgen. Op de Rotterdamse muziekschool. En ja, toen krijg je natuurlijk wel wat voorbeelden te horen. Ja. Maar eigenlijk is het gewoon altijd... Ja, ik snap het zelf ook niet. Maar ik wist gewoon dat drummen het ding was waar ik mijn leven aan wilde wijden. En ik wist niet eens of ik het kon. Maar ik wist wel dat ik het wilde. En ik zat altijd overal op te trommelen. De verhalen zijn dat ik op 2-jarige leeftijd al op alles en los was. Wat los en vast zat te slaan. Ja. En gelukkig waren mijn ouders wel weer team om te zeggen... Oké, dan is het misschien wel leuk om daar ook je drumlessen van te geven, zeg maar, op een gegeven moment. Dus ik ben naar de Rotterdamse muziekschool gegaan. En gelukkig dat daar plek was. Want ik weet nog dat ik als tweede keus accordeon en als derde keus piano heb opgegeven. Nou, godzijdank was er plek om als drummer aan de slag te gaan. Dus dat is hartstikke fijn. Dan gaan we terug naar die single. Daar staat DZ, dat is duidelijk. Daar heb je een verklaring voor gegeven. Maar dan Vivian Veronique. Vivian Veronique, dat is een vriendin van mij die uiteindelijk, ik vertelde haar dat ik met een zangeres ging samenwerken, maar toen zei ze, maar dat wil ik ook. Yeah. Oh, nou ja, nooit stil gedaan. Ik ken haar al heel lang, we hebben samen in een coverband gezeten en daarna contact gehouden.
En nou goed, toen dacht ik van, nou weet je wat, ik ga kijken of ik dat kan maken voor haar. En nou, ik had op een gegeven moment wat, zij is een fan van Whitney Houston, dus ik dacht, nou ik ga een liedje maken in de trant van Whitney Houston misschien. Maar uiteindelijk, en ook met Dito teksten, maar goed, zij, de energie van het liedje was zodanig dat zij er een tekst bij heeft geschreven, waar ik ook wel, als ik zelf teksten schrijf, achter sta. Ik hou van jou, ik blijf je trouw, dat is prima, maar ik hou niet zo zelf van die teksten. Dit was ook een, toch een soort van, geëngageerde tekst. Zo van, jongens, we moeten het bij elkaar doen. En don't give up. En weet je wel. Focus je op de kleine zonnestraaltjes. Dan wordt het allemaal wat beter. Dus dat was heel tof. Dat zij met die tekst kwam. Want die sluit aan met mijn beleving. Uiteindelijk was het een soort... Ja, het was eigenlijk een geintje als eerste. Van, nou, laten we gewoon eens wat proberen. Maar... Ja, het is wat mij betreft wel heel erg mooi geworden. Ja. En toen hadden ze zoiets van, nou, misschien kunnen we daar ook wat meer mee doen. En inderdaad wordt het redelijk veel gedraaid in binnen- en buitenland. Dus dat is wel heel leuk. Maar waar gaat het dan, Sunlight, waar gaat het dan exact het nummer over? Nou, het nummer gaat dat je, weet je wel, soms word je doodgegooid van, joh, blijf positief en geloof erin en zo. Maar ja, soms ben je net zo down and out dat je denkt van, ja, dat kan ik niet. Dus het liedje gaat er eigenlijk over, joh, focus je gewoon om wat kleine zonnestraaltjes. Je hoeft niet altijd gelijk alles, weet je wel, het hoeft niet allemaal positief te zijn. Maar ja, als je gewoon af en toe naar de zonnestraaltjes die door de wolken heen schijnen, focust, nou ja, dan is dat ook al mooi, weet je wel. Dus niet gelijk altijd... 100%, nou jongens, hè, we focussen ons op de positiviteit. Nou ja, soms is dat een beetje een uitdaging, maar lastig. En je kan je ook denken van, nou weet je wel, focus je op de kleine straaltjes. En weet je wel, en niet daarvan. Dus dat is eigenlijk een beetje boodschap van het. Nou moet je mij eventjes helpen, want ik heb twee websites. Ik zie één website, dat is dzthemusic.com. En de andere zie ik hanspeterdezeeuw.nl. Ja, dat klopt. Ja. En wat moet ik dan helpen? Ja, maar die zijn alle twee intact. Jazeker, ja, absoluut. Oké, nou dan kunnen we... Hanspeterdezeeuw is meer voor de Nederlandse mensen die ook op zoek zijn naar... want ik schrijf ook liedjes of ik schrijf ook muziek voor websites of films. Sommige klanten hebben zoiets van, nou, ik heb een film... Kan je daar muziek mee maken? Nou, oké. Dus dat is dat. Ja. Dus dat is mijn Nederlandse website. En dat is ook natuurlijk voor mensen die drumles van mij willen. Of op een andere manier door mij geholpen willen worden. En die ziet de music is echt voor mijn carrière als artiest, zeg maar. Ja. En die is ook meer internationaal, vanuit .com. We gaan hem draaien, Sunlight. Op de eerste plaats, heel erg bedankt dat je vanmorgen live hier bij ons in het programma was. Het laatste woord richting de luisteraars is voor jou en je mag hem ook zelf aankondigen. Oké, nou dames en heren, hier komt Sunlight. Ik hoop dat jullie het mooi vinden. Namens Vivian Veronique, hartstikke bedankt dat ik in de uitzending mocht zijn. Graag gedaan. En de groetjes aan Veronique. Tot de volgende keer. Groetjes. Okay. Doei. 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 Doei.